Waar ben ik mee met mijn cliffhangers, hè? Goedemiddag allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Final Fantasy 9. Ik ben weer de enige echte Zeep. In de vorige aflevering ben ik heel gemeen geweest met de cliffhanger. Heb je de aflevering van gisteren niet gezien? Dan zal deze aflevering niet ergens. Dan zou je deze aflevering niet kunnen snappen. Dus ik raad aan om eerst eventjes dan de vorige aflevering te kijken. Voor de mensen die het wel hebben gezien, gaan we gauw verder. Dus bedankt voor jullie geduld. Ik snap niet waarom Behemoth aangevallen heeft. Degene die hem heeft gesummend. Dat snap ik niet. Maar we hebben Queen Brain gevonden. Op het strand. Naast haar ontsnappingsding. Ze komt... Oh, wacht, dit is de touwler en ik ben hier als Zelda aan het praten. Ze kon bijna niet bewegen. En ik dacht dat ze zou kunnen stoppen op elk moment. Ze zijn gewoon doodgaan, touwler, je snapt het nou wel. Ik haat Kuja, verschrikkelijk. Maar ik haat Brain ook. Dus ik wou dit zo graag, tot dit zo met haar zou gaan gebeuren. Ik zou blij moeten zijn, maar... Sorry, die boer paste er niet bij. Maar het maakt niet uit. Wanneer dat ik Zelda zag en tot ze begon te huilen, wist ik niet wat ik moest voelen. Ik wou eigenlijk ook huilen. Stelletje jankballen! Oké, sorry. Dit is een emotionele scène. Ik zal me proberen in te houden. Yes, yes, yes. Ik hoor mijn dochters stem. Ja, moeder. Ik ben hier. Echt hier. Ik ben leeg nou. Vrij. Vrij van die vreselijke hebzucht. Moeder! Ik heb me niet zo weer gevoeld sinds dat ik dat toneelstuk zag van jou en je vader. Ik heb Alexandria teleurgesteld. Ik heb ze... in het pad van ruïnes gebracht. Ja, ik ben vreselijk. Ik zou veel zijn. De mensen zullen blijer zijn met jou op de troon. En toen was ze dood. Mag ik nog een trap maken? Heel verdriet, sadness. We zijn teruggegaan naar Alexandria. Via Queen Brain's ontsnappings teleportatiesysteem dinges. En we hebben ook iemand anders mee... we hebben Zelda's moeder meegenomen. Waarom? Dus terug in Alexandria. Stond de koffie voor ons klaar. Gezellig. Oh kijk, het is tot. Deze kant op, prinses. Oh ja, we zijn nou treurig omdat degene die we allemaal haten dood is hier. Hoe maakt het... Hoe is dat... Hé, kijk, daar hebben we Leroy. Ik kreeg net een mailtje over wanneer komt Leroy weer terug. Nou, daar hebben we Leroy. Wees blij. Feesten. Ik bedoel, Queen Brain is dood. Leroy is terug. Wees blij. Sorry. Leroy, Beatrix. Hoe verschrikkelijk dat het wel niet was dat haar leven op deze manier moest eindigen. Ik lach me eigenlijk nog steeds kapot. Ik kan nog steeds niet geloven dat dit allemaal is gebeurd. Prinses, het is mijn... Nee, het was mijn schuld. Objection, Roesbak spreekt. Dank jullie allebei. Ik moet nu de last dragen om Alexandria te regeren in mijn uppie. Ach, arme jij, wat erg toch. Zullen jullie me alsjeblieft willen helpen in de tijd dat ik jullie nodig heb? Jawel, prinses. Natuurlijk. Stel dat je slijmballen, kiss asses. Dank jullie wel. Nou. Ik hoor de reacties al Zelda playen, wat ben je harteloos. Hallo, Clara die zat te smeken op hun knietjes. Hebben we daarom zitten huilen? Nope. We zagen Wilma Bie op de knietjes liggen, vonden we dat erg? Nope, ik vond het erg. Maar nee, het spel ging gewoon weer super verder. Nu is die veroorzaker dood en krijgen we een cutscene van hier tot mijn shit. Oké, ik zal ophouden met ranten. Prinses, hier is een mooie krans van rozen. Die moeders van verriet. Hoi.
De dorpsmensen, die hebben het gestuurd. Voor de koningin zijn grafsteen. Ik weet, Queen Brain is nogal verschrikkelijk bezig geweest voordat ze dood is gegaan. Maar de mensen vinden haar nog steeds geweldig, als je kunt zien. Mensen zijn knetter. Oké, ik ga mijn mond houden. Het is moeilijk! Ondertussen zitten ze in het café gewoon te feesten, hoor. Brain is dood! Brain is dood! Sorry. Moeder! Ik ben heel gemeen en zelf toe. Boeit me niet meer. Ik zal een geweldige koningin worden. Veel beter dan jij, want jij maakt alleen maar iedereen dood en alles. Maar ik ga je missen. Nou, dat was zinloos. Wil je je spel opslaan? Oh god, zijn we hier alweer aangekomen? Jawel, beste kijkers, ik moet gaan switchen van disk. Oftewel, als we deze tekst altijd krijgen zoals jullie hebben gezien van de swap van disk 1 naar disk 2, gaan we dus nu van disk 2 naar disk 3. Dus zoals altijd, sla ik eventjes mijn spelletje op, mocht er iets verkeerd gaan. Ik doe heel eventjes het klepje open en ik zie jullie op het moment dat ik dus even disk 3 erin heb gedaan. Dus ik zie jullie in een seconde. En voilà. Ik heb hier gelukkig nooit problemen mee gehad. En daar ben ik eigenlijk best wel blij om, dat ik hier eigenlijk nooit problemen mee heb gehad. In het begin dat ik echt die discs moest swappen, dacht ik eerst dat je het spel uit moest doen. Want mijn moeder die had er altijd uitgelegd van, als je in een ander spel wil gaan doen, sla je spel op, sluit de PlayStation af en dan pas doen we een andere disc erin. Maar bij dit spel wil je dus absoluut niet afsluiten. Nee, je moet je gewoon een klepje open doen, discje eruit, nieuwe disc erin, disc klepje dicht. En het loopt gewoon verder. Is heel apart, ik weet het, maar zo werkt het eenmaal met dit spel. Dus mocht je het spel gewoon hebben, zeg maar, nog op de oude klassieke PlayStation 4. Ik heb hier een, PlayStation, sorry. Ik heb hier namelijk Sergeant Dartelli achter, die zit op zijn PSP. En die heeft er ook maar nog eens neer. Is dat gewoon in één stuk door? Heb je dan disc swaps of iets in die trend? Of hoe werkt dat precies? Nee, ik heb die disc swap en dan druk je... Oh, je moet dan in een menu disc swappen. Ja, op PlayStation 4 zal het misschien anders weer zijn, maar heb je de oude PlayStation 1, ja, dan heb je dus 4 discs en zo moet je dat dan doen. Maar dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Goed, wij gaan verder met het verhaal, want we zijn oh zo treurig dat de blauwe olifantenvrouw dood is gegaan. Ik bedoel serieus, het was nog niet eens een bosgevecht. Heel veel van jullie dachten dat het een bosbattlegevecht zou zijn, maar dat is dus niet geweest, maar goed. Prinses, we zijn gearriveerd bij het kasteel. Wees blij. Ze zal niet langer een prinses worden genoemd, Dr. Todd. Inderdaad. Ik zal je nou Koningin Garnet moeten noemen. Als we klaar zijn met de kroning en zo. Yes. Ik zal zorgen dat alles klaar staat voor de kroning van onze nieuwe koningin. Yay. Generaal Beatrix, Master Leroy G, zullen jullie haar helpen? Ik neem dat dat een ja betekent. Ja, paas. Prinses, pas alsjeblieft op waar je stapt. Oh, kom op, ze heeft de hele tijd meelopen vechten en weet ik het allemaal nog meer. En dan nu is het van, nee, help me met dit afstapje. Ik ben nou koningin, dus ik heb nou problemen met afstapjes. Dory, help. Dokter Todd. Prinses, ik weet hoe moeilijk dit zal zijn. Maar ik sta aan jouw kant. Alsjeblieft, neem de troon en maak je geen zorgen. Je kunt het. Denken we. En Leroy blijft alleen achter. Objection? Nog maar 3 dagen en dan zal de kroning komen van de nieuwe koningin. Nou, wees er blij mee. Wat een dag. Geweldig. Waar is Wilma B eigenlijk? Och, wat voor stem heb ik jou ook alweer gegeven? We hebben jou sinds disc 1 niet meer gezien. Ja, je zegt het ook al. Nieuwe stem, maakt niet uit.
Er is heel veel tijd, ze heeft de kikker in de keel gekregen, weet ik het allemaal nog meer. Baard in de keel, ze heeft geschoren, weet ik het allemaal nog meer. Dus, we hebben ons al niet meer gezien in een hele lange tijd. Dus, waarom ben je zo terug? Omdat het kan. Het is al gebeurd. Misschien heeft hij Zelda haar hem gedumpt. Bingo! Oh, zo ben je absoluut niet zeep. Dit klinkt eigenlijk een beetje beter als een stem. Ruby? Ik heb gehoord dat je mini-theater bent gestart. Ja, dat klopt, schat. Mijn toneelstukken zijn een grote hit. Nou, fijn voor je. Nou, geweldig. Laten we gaan kijken. Ja. Oké, dan, cowboys. Zebi, je gaat er ook wel mee, of niet? Ah, blijf maar zitten dan. Kom maar wanneer dat je zin hebt. Laten we gaan, jongetjes. En meisjes. Volgens mij ben ik meer zo gerijmd tot we depressief moeten zijn, terwijl ja, ik eigenlijk hartstikke vrolijk ben tot de olifantenvrouw weg is, maar goed. Deze kant op! Hé, hey, Tauler. Bof. Standaard gimmick. Hey, Tauler. Hallo. Ik heb je al heel lang niet meer gezien sinds dat je Alexandria hebt verlaten. Hoe gaat het? Ja, nou, er is een heleboel gebeurd, maar het gaat goed. En hoe gaat het met jou? Wat heb je gedaan sinds dat we het kasteel hebben verlaten? Ik? Oh, laten we eens even kijken. Oh ja, het is hier nogal een beetje gek gegaan sinds dat jullie weg zijn gegaan. Roesbak, rattenvrouwtje Wilma Bie en... wat was haar naam nou ook alweer? Die vrouwelijke generaal van Alexandria. Beatrix! Oh, ja. Die drie zijn... die hebben enorm loop effecten erop, dus... echt serieus. Marcus die had mee moeten dragen. Weet je wel, op onze ruggen. Dat ging helemaal verkeerd. Oh, hoi Marcus. Hé, hey, we moeten gaan voordat Robbie weer boos op ons wordt. Oh ja, ze haat het wanneer dat we te laat zijn. Sorry, Taler. Ik zie je later, ik moet gaan. Noem je mij nou Taler? Schaf uit, kom hier, ik verkoop je een dreun. Maar goed, we kunnen dus zeg maar nou eindelijk, we zijn hier als de Taler. Gezellig weer terug in Alexandria. Net zoals in het begin van disc 1. En nou zien we dus zeg maar hier Zeepie. Zeepie heeft nergens geen zin om te praten, want die is zagrijnig. Dus ik wil naar een mini-theater. Hartstikke leuk, hartstikke aardig. Maar het eerste wat we dus nou willen doen nadat we terug zijn in Alexandria... is eindelijk onze welverdiende centjes te gaan spenderen bij de winkels. Dus volgens mij is er hier verder niet echt veel te doen. Ja, je kunt heel veel kaarten te pakken krijgen. En natuurlijk zijn er weer ATE's. Het is zo groot. Dit gaat natuurlijk over Shawnee, want Shawnee is hier nog nooit geweest. Natuurlijk gaat ze gelijk naar het kasteel toe. Kijk nou toch! Wat? Wat is dit een gigantisch huis, zeg! Ik wil de binnenkant zien! Ja, wij zorgen voor goed voedsel! Hé! Hey. Het ruikt toch heel erg lekker! Heb je honger? Ja? Heb je heel erg veel honger? Ja? Heb je... super veel honger! Eigenlijk wel, ja. Ja. Dat is wel jammer. Die scène blijft geweldig, ik kan er niks aan doen. Zeker bij voice acting is dat toch gewoon 10 keer leuker. Oké, wat we dus willen doen, is we willen sowieso de shops gaan bezoeken. Ik geloof niet dat touwtjes springen hierna nog meer is, want ja, de eerste keer dat we hier hebben gelopen met de touwler, waren we dus zeg maar hier. En toen waren we allemaal level 1 en ondertussen zijn wij superkrachtig geworden. Ik weet niet waar Kutja heen gevlogen is en alles, maar blijkbaar boeit het niet omdat de olifantenvrouw eindelijk gehemeld is. Dat we daar eigenlijk super blij om, treurig om zijn. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, we zijn er echt treurig over, denk ik. Maar we willen naar de winkel toe. Dus we weten dat ze daar zit en we hebben weer heel veel uitroeptekenbochtjes. Nou, is er iets wat je hier zou kunnen doen? Geloof ik. Oh. Lange tijd niet gezien. Wie? Wat? Waar? Het is lang geleden! Waar ben je geweest? We waren ongerust! Sorry, ik heb getraind! Traind? Ja, getraind! Voor wat getraind? Vertel ons! Nou, het was zo, boeit niet. Dat was zinloos! Dankjewel voor die zinloosheid, spel. Waarom geven jullie zoveel zinloosheid? Oké, nou, als ik me niet vergis, is dit gewoon zeg maar waar we onze equipment kunnen kopen voor potions en alles. Nou, we hadden heel erg weinig magic tags. En die kunnen we hier nog niet eens kopen. Nou, dankjewel. Dus ja. Nou, dacht ik dat hier een of ander mafkeesje zou staan.
Maar die staat hier niet. En dan moest je dan zo'n minigame meedoen en dan kon je kaarten meekrijgen. Maar zoals ik jullie al heb verteld, ik doe niet heel aan de card game. Card game is gewoon een side ding wat niet echt nodig is. Dus om hoog te kunnen vliegen, krijgen we nou als ATE. Zeepie heeft het weer goed voor elkaar dit keer. Yep. Maar ja, denk erover na. Ik bedoel, hij is nog nooit in een serieuze relatie geweest. Hij weet nog niet eens wat hij nou zou moeten doen. Waarom denken jullie dat ik een relatie ga hebben met Zelda? Ik bedoel, serieus. We moeten huilen van haar, omdat onze groot... Buiten dat, maar goed. Ik bedoel, serieus. Hij is verliefd op een koningin. Denk je dat dat zou werken? Ik denk dat hij daar wel over na heeft gedacht. Dus, maar ik denk dat hij daarom zo depressief is. Ja, hij is... kijkt zeker depressief. Ja. Maar dit is iets waar hij mee moet delen. Gewoon, poef, er recht vooruit gaan. En dit zal hem wel sterker maken. Je zult wel zien. Ik vind het grappig hoe dat iedereen eigenlijk over Zeepie praat, wel dat niemand eigenlijk weet wat er echt aan de hand is. Maar goed, dan hebben we nog de volgende ATE. Een paarse moogle. Oké, waarom vlieg je gewoon niet een stuk verder? Maar dat is bij die kerk, dus we willen dadelijk zeker wel even bij de kerk langs om te kijken wat daar dan is. En nee, daar heb je ook Steelskin. Of hoe dat die knuppel ook heet. Sorry dat ik jullie heb laten wachten. Hey, Steelskin, lange tijd niet gezien. Hey, Artemision. Waarom is jouw jas zo glimmend? Nou ja, dat maakt mij niet echt van uit. Luister, ben je bezig geweest met posten bezorgen? Natuurlijk heb ik dat gedaan. Weet je zeker dat je alle posten hebt bezorgd naar al mijn vrienden? Natuurlijk, je hebt er 5 gestuurd. En die andere? Oké, dat was heel erg zinloos, net zoals alle ATE's zijn. Maar goed, we hebben hier dus zeg maar de weaponshop en de scientific shop dus zeg maar naast elkaar. Dus als eerste wil je naar de wapenshop gaan natuurlijk om alles weer zeg maar te upgraden en alles wat we dus niet hebben. Dus eerst wel even kijken wat we bij de wapenshop kunnen gaan kopen. Metal Dagger, altijd 2 van houden, Icebrand. Weet niet of we die nog nodig hebben, Cat Claws, die hebben we er eentje geëquipt. Poison Knuckles willen we 2 geloof ik hebben. Stardust Rod wil ik er ook 2 van hebben. Healing Rod wil ik er 1 van hebben. Lamia's Fruit, die hebben we. Flame, Ice, Oakstaff, dus niks nieuws. Pinwheels zijn handig. Want die zijn namelijk voor Destiny's in NL. Die hebben we genoeg, Magic Armlet, 2 erbij. Metro Glows, die wil ik er eentje bij hebben. Ritual Head wil ik er 2 bij hebben. Twist Headband wil ik er 2 hebben. Overal waar je er 0 van hebt, wil je echt gewoon zeg maar zorgen dat je er dus zeg maar genoeg van hebt. Dus dit vreet door ons geld heen en dan zijn we nog niet eens bij de synthese geweest. Oh. Oké, nou we hebben dat in ieder geval allemaal gedaan. Dus dan kunnen we even kijken wat we dus zeg maar allemaal kunnen samenvoegen met extra veel geld. Ze moeten ons wel hebben. We kunnen dus zeg maar nou de Angel Bless kopen. En daar hebben we de Gladius voor nodig. Dus blij dat we die eentje nog hebben. Dus die is... Ja, dat is het sterke wapen wat we dus nou kunnen hebben. Nou, die hebben we genoeg, Magician Rope. Die weet ik zeker dat we die hebben. Dus daar wil ik eigenlijk niet mijn equipment aan... Ja, vastzetten. Die hebben we. Coral Ring, maar die hebben we niet meer nodig. Want die hebben we eentje. Gold Choker hebben we eentje. Alles wat je kan... Ja, wat je samen kan voegen. Daar, als je er eentje van hebt, dan ben je eigenlijk al goed. Dus, Maiden's Ring, die weet ik dat we er eentje hebben. Fairy's Earrings, die hebben we genoeg. Extension, die hebben we eentje. Een anklet kunnen we nog maken, waardoor we een reflector in kunnen maken. Kan ik er 2 maken? Nee, ik kan er maar 1 maken, want ik heb maar 1 gold choker. Dan maken we toch nog een golden choker. Maakt mij het uit. Feather Boots kunnen we maken. Black Belt kunnen we maken. Oh, en dit is die item die we dus zeg maar kunnen maken met die moestone die we hebben gevonden. Dus ja, die wil je eigenlijk wel even eind maken. Maar laten we eens even kijken of we de reflector kunnen maken. Dus dan hebben we 2 anklets nodig. Ik heb niet genoeg geld. Fijn. Ik heb heel veel Phoenix Finions die ik zou kunnen verkopen. Dus laten we daar maar eventjes aan beginnen. Hoeveel hebben we er nog? 8. Nou, dat zijn er niet echt heel veel. Zoals ik al zei, je wil er eentje wil je sowieso zeker bewaren. Dus laten we hopen dat we hier nou het een en ander wel mee kunnen. Want anders moeten we eerst gaan verkopen en die verkoop ik liever niet. Oké, nou hij is open. We hebben de Angel Blast. Dus we willen dus zeg maar... 2 anklets maar kopen. En daardoor kunnen wij dus net... Oh, we hebben geen Maiden's Ring meer. Want die hebben wij niet... Die heeft iemand geëquipt. Dan moeten we die ook eentje maken. Oké, maken we daar ook nog eentje van. En dan is ons geld weer op.
Goed. Ik heb nooit geldproblemen gehad. En we hebben nou niet echt dat we kunnen farmen voor geld. Dus moet ik heel eventjes gaan kijken wat we op dit moment nog kunnen verkopen. Weet je wel, ik denk dat we wel 10 eaters kunnen missen. Dat is toch weer 10.000 gel. En laten we eens even kijken wat we nog meer hebben. Leather wrist. Overal waar we de 3 van hebben hiervan. Weet je wel, ik doe het eerst eventjes sorteren. Ja, dit is eigenlijk best wel lastig, want nou krijg je dus een gigantische upgrade. En die upgrade, ja, het nadeel is, dat kost heel erg veel geld. En je zult altijd, zeg maar, geld tekort hebben hier. Dus, even kijken. Waar we er dus, zeg maar, 3, oh hier 4 zelfs. Geeft niet veel geld, maar alles, ja, is nou op dit moment wel een beetje handig. Banana, daar kan er wel eentje van weg. Even kijken hoor. Magical Cloak. Hebben we er maar 2 van nodig. Hoppakee. Mithril Armor. Desert Boots. Kopen deze eigenlijk goed? Nou, de oors die verkopen voor 150. Maar die moeten we bewaren. Laten we dit allemaal maar bewaren. Hopelijk hebben we nou genoeg geld. Anders moet ik toch even gaan farmen. Oké. Okay, je bent open vandaag. Wij willen die reflectring. Even kijken hoor. Waar sta je? Reflectring. Die willen we zeker eentje hebben. We willen die pearl dinges willen we hebben. Die feather belt en dit wil ik eigenlijk ook hebben. Ik wil het allemaal! Oh, verdorie. Nou, die pearl die kan nog wel heel eventjes wachten. Feather boots, black belt. Eenie, meenie, miny, mo. Oh, weet je wat? We kopen die 2 allebei gewoon eventjes. En we... Ja, weet je wat? Het is maar 5... We verkopen gewoon nog 5 eaters en dan hebben we alles. En dan weet ik zeker dat ik alles heb. En dan hoeven we ons daar niet meer zorgen over te maken. Oh, dit is zo lastig. Oké, dan hebben we nog maar 7 over. Maar we krijgen er nog genoeg, hoop ik. Oké, we hebben er, ik verkoop het per ongeluk. Maakt niet uit. Maakt niet uit. We hebben nog 5 eaters. We hebben chakra ability, dus we zitten op zich wel goed. Hoop ik. Zo niet, dan hebben we ons eigen goed gescrewd. Laten we dit maar kopen, zo. En kijken we eventjes of we iets nieuws kunnen equippen bij de touwleg. Ik bedoel, we hebben nou best wel veel nieuwe equipment er weer bij, dus... Ja, ga me nou niet vertellen dat jij niks nieuws kan equippen, hè? Oh, ik zag daar iets. Auto float. Dat zorgt ervoor dat we automatisch met float beginnen. En dat we dus meer schade opnemen van... Ja, wat? Van windschade, maar absoluut immuun zijn tegen... grondaanvallen. Daar komt praktisch op neer. Dus ja, die is op zich wel decent. We kunnen Demi leren. Dat is een nieuwe magische spreuk. Hij is lastig om aan te... Ik gebruik hem bijna nooit omdat hij 9 van dingen bij mij altijd mist. Dan hebben we dus zeg maar de reflectring die auto-reflect geeft. Dat zorgt ervoor dat je karakter dus automatisch reflectstatus zou hebben. Moet je wel mee uitkijken, want dat wil dus zeggen dat je geen healing proces meer kan doen tegen dat karakter. Dus daar wil je wel voor uitkijken. Nou, de yellow scarf natuurlijk, power belt. Wat doet de black belt eigenlijk? HP plus 20%. Die is wel handig voor zeep. Nou, weet je wat? Begin jij maar alvast eventjes met de reflectring. En voor de rest heb jij niks nieuws, dus... Laten we het daar maar gewoon eventjes bij houden. Goed, nou dat we dat gedaan hebben. Willen wij eventjes langs de kerk? Want we hebben nou de shopping spree gehad. En iedereen die is... Oh, zo blij met de kroning van Garnet. Yay. Of Zelda. Wij kennen haar als Zelda. Wij lopen hier nog heel eventjes door, want daar moeten we eigenlijk naar binnen toe. Maar we willen eerst eventjes langs de kerk. Want voor de mensen die een kaartspel toch willen volgen of die dat toch aan het doen zijn. Ja, wil je daar dus langs. Maar sowieso hebben we hier Stillskin en die verkoopt ons weer zut. En we hebben nou nog 2000 gel. Dus als het goed is, Phoenix Finion, High Potion en een elixir willen we zeker doen. Dus, nou wie ben jij? Jij bent een Mognet Mailman. Oh, hartstikke leuk voor je. Je vraagt me waarom dat ik de mail niet goed breng. Dat kan ik je niet vertellen. Leugens! Oké, hoe gaat het met jou? Kupo, ik heb een brief voor jou van... Ja, nog steeds. Dus... Mijn grote broer heeft me een brief gestuurd. Waar is hij geweest? Ik maak me zorgen. Dat is niet mijn probleem. Van Kupo naar Kupo. Of eigenlijk van Kupo naar Kupo. Want het is dubbel P, weet ik veel. Vosselroe is heel erg comfortabel. Ik hou er hier wel van. We spelen hide and seek elke dag. Terwijl verstoppertje. Hide and seek, verstoppertje. Weet wel. Dus het is belangrijk in het leven. Dat je wel plezier hebt, maar dat je ook hard blijft werken. Fijn dat hij het goed doet. Was heel erg boeiend. Wil je een brief nog sturen? Oh, je hebt een brief gekregen van die andere gast. Elke Moogle wil er mooi uitzien. Ik heb een mooie item daarvoor. Bla bla bla. Boeit me niet. Heel erg speciaal. Geweldig. Zinloosheid op zijn max. De reden waarom dat we dit doen? Ik heb geen idee. Volgens mij kreeg je daar iets goeds van. Maar
We doen het gewoon. Accepteer het. Deal with it. Maar goed, als we hier dus zeg maar nou aan deze touw... Dit kunnen we alleen maar doen op het moment dat je dus in disc 3 zit. Dan zit hier een kistje in verborgen. Nou ja, kistje. Maar het is dus zeg maar een speciale schatkist. Daar zitten verschillende kaarten in. En ja, die zijn best wel sterk mocht je de card game willen doen. Nogmaals, ik heb gezegd in het begin van deze let's play. Ik ga niet focussen op de card game. Dus ja, ik laat zien tot het daar zit. Maar de card game, daar focussen we dus absoluut niet op. Maar goed, we zitten weer 25 afleveringen in deze minuut. Dus ik denk dat ik het daarbij ga laten bij deze aflevering. In de volgende aflevering hoop ik dat we dan bij de kroning kunnen komen. Tenminste, dat zullen we zien. Ik weet niet precies of er nou morgen een aflevering komt. Want ja, weekend is nog een beetje schommelend voor mij. Dus mocht er een andere update zijn, dan wordt het sowieso op Facebook en Twitter geplaatst. Dus hou die sowieso dan in de gaten. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen of leukste momenten? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie dus allemaal te zien bij de volgende aflevering. Wanneer dat die ook zou geüpload worden. Dus bedankt voor het kijken. En tot dan. Doei!